tennis- en padelvereniging Lindeholt houdt elk jaar een open toernooi. Maar dit jaar is het een speciale editie. Met het toernooi probeert de vereniging zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting ALS. Voorzitter Adi Veraard en zijn vrouw Debbie zagen ineens hoe heftig de ziekte is toen hun oude buurman en goede vriend Leon de diagnose ALS kreeg. Is mijn oude buurvrouw. En die kwam ik tegen op het bruggetje en toen zei ze, goh, wat is er aan de hand, Leon? Toen zei ik, ja, ik heb ALS. Nou, dat vond ze heel erg vervelend. Is ook vervelend. Een tijdje later belde ze me op. Goh, zou jij het leuk vinden als wij als tennisvereniging wat voor ALS gaan doen? Ik zeg, nou, dat zou ik geweldig vinden. Ja, we vinden het gewoon belangrijk dat we ook als vereniging, kijk, we hebben het ook wel eens slecht gehad. En dan ben je blij als mensen je helpen. Dus voor alles goed, het gaat nu erg goed met onze vereniging. En ja, laten we ook iets terug doen voor iets wat heel belangrijk is. We kennen elkaar natuurlijk van vroeger. We hebben heel veel samen motor gereden, weekendjes weg, heel veel lol gehad. In de klimhal samen geklommen, heel energiek altijd geweest samen, ja. Hard gelopen. Dus hij kwam eigenlijk met het verhaal van dat ALS zwem. Ik zei, nou ja, misschien kunnen wij ook iets voor de tennisclub doen. Mijn man is voorzitter, die zei, nou dat gaan we doen. We gaan het oppakken. Dus we zijn aan de gang gegaan en een manier bedacht met loodjes verkopen. Daar zijn we mee gestart en dat gaat echt supergoed. Het toernooi duurt een hele week. En na een aantal dagen staat de teller al bijna €2000. Alle deelnemers, normaal gesproken is de inschrijving €9. Dit jaar hebben we de inschrijving verhoogd naar €10. Dat is nog vergeleken met andere toernooien niet duur. Dus €1 daarvan gaat naar ALS. We hebben verschillende grote sponsoren die geld hebben overgemaakt. Van Altena, die hier de drank verzorgt, die heeft een fles bier van 50 liter beschikbaar gesteld. Ja, en zo kom je toch aan mooie bedragen. Dan zie je toch dat het gooien zin heeft, zeg maar, als je het met een goed doel doet. 3 jaar geleden kreeg Leon last van trillende handen. Na een lang traject met veel testen en onderzoek kreeg Leon de diagnose ALS. Dat is nu 2,5 jaar geleden dat ik de diagnose gekregen heb. Maar statistisch gezien heb ik nog 2,5 jaar te gaan tot ik overlijd. In Nederland zijn 1500 patiënten met ALS en daar overlijden er ieder jaar 500 van. Dat wat ik met mijn vrouw heb afgesproken is dat ik er in ieder geval nog 10 jaar blijf. Maar ja, statisten zijn statisten. En ja, kijk, mensen met ALS, je hoorde het net van Leon, motor gereden, altijd een hoop dingen gedaan, het niet meer kunnen. Dan denk ik, nou, dan moeten wij zorgen dat mensen die het nog wel kunnen dan een steentje bijdragen om te zorgen dat we iets bijdragen. Nou ja, je ziet het, hè, wat het gevolg is. Iemand die motor reed, die sportte, die kan bijna niks meer. En dan moet ik zelf ook altijd even, dan geef ik hem wat te drinken en denk ik, oh nee, dat kan niet. Dan moet ik hem even helpen met het rietje en aankleden. Eten, ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Leon zit ook in het promotieteam voor ALS City Swim op 8 september. Want geld ophalen voor onderzoek is ontzettend belangrijk voor Leon. Kijk, heb ik overal, hè, zie je op mijn hand staan en op mijn rug staat het ook. Er is geen tijd meer te verliezen. Voor mij letterlijk, want ik heb nog 2,5 jaar. Voor mij zal geen medicatie meer komen. Dat gaat niet lukken, dat duurt zo lang. Maar wij hopen dat de volgende generatie, dat daar een middel gevonden wordt waardoor we het in ieder geval een langdurige ziekte kunnen maken. Daar hebben we ongelooflijk veel geld voor nodig. We hebben met Serious Sequest in Nijmegen 8 miljoen opgehaald. Dat wordt heel goed besteed, maar er is nog echt heel veel meer geld voor nodig. En dan zijn dit soort acties natuurlijk van groot belang.